De nieuwe Citroën C4, de opvolger van de Cactus. Ook deze ziet er een beetje gek uit, maar we gaan eens kijken of hij inhoudelijk wel steekhoudt. Je kan deze test ook op papier nalezen, in Autogids, of op de website www.autogids.be, waar je ook alle andere testen en nieuws vindt. En dan gaan we nu over naar Jelo, die weet alles over de Citroën C4. Dus Jelen, de nieuwe C4 zonder cactus, is zijn stekels kwijt. Vergeet niet, deze moet eigenlijk de oude C4 en de C4 cactus opvolgen. Hè? Dus ik weet niet of je jou de oude C4 nog kan herinneren. Een heel vage herinnering. Inderdaad, omdat die heel braaf getekend was. Dat moest een breed publiek aanspreken, een soort van een Franse golf, waardoor dat hij ook niet memorabel was. Citroën gooit nu het roer om en kiest nu voor een meer expressieve stijl, meer duidelijke identiteit. Maar ze vergeten niet om natuurlijk de populaire buzzwords eraan toe te voegen. Dus hij staat een beetje hoger op zijn pootjes. Heeft wat plastieke beschermkappen en zo. Dus hij is deels SUV. Is deels coupé. Want je hebt die aflopende daklijn. Helemaal tot van achter. Hij lijkt een beetje op een Mazda MX-30 zo. Maar dan toch nog iets braver, zeg maar. Iets traditioneler. Toch wel een redelijk extreme snoet. Vooral, hè? Is dat de nieuwe stijl van Citroën? Ja, eigenlijk wel. Dus die X-vorm en de koplampen, die ga je zien terugkomen op andere modellen. De nieuwe C3 heeft het al een beetje, ook die snor die doorloopt tot in de chevrons. We kunnen natuurlijk nog niet zeggen welke modellen dat die neus gaan krijgen, maar we vermoeden dat de nieuwe C5 Aircross, of de facelift toch daarvan, dat die ook die X-vorm gaan terugkrijgen. Dus ook van achter zie je de X-vorm terug. Hè? Dat is een duidelijk, heel expressief geworden. Je ziet ook dat de designers veel meer vrijheid hebben gekregen dankzij die LED-technologie om een speciaal lichtblok te maken. Vroeger was dat allemaal in één. Nu heb je hier allemaal hoekjes en kantjes en lijntjes. Ze zijn veel vrijer geweest. Ook, je ziet die coupé-lijn doorlopen tot van achter. En met een spoiler die de achteruit een beetje doorklieft, zeg maar. Ik denk aan de Honda Civic van vroeger die dat had. Dat is nogal gebeurd. Dat is niet ideaal voor het zicht naar achter, maar het ziet er wel speciaal uit. Is het op technisch vlak ook zo'n buitenbeentje of eerder klassiek? Ik zou zeggen dat het een bekende moderne uitrusting is onder de motorkap. Dus om te beginnen heb je de benzine. Dat is de 1.2 PureTech, die we al lang kennen van bij PSA natuurlijk. Die heb je in 100, 130 of 155 pk. De diesel die we hier hebben, dat is de 1.5 Blue HDI, die is ook bekend. Die is er met 110 en 130 pk. En die verbrandingsmotoren die heb je met de manuele zesbak of de EAT8 automaat met 8 versnellingen. Ja. Nu is er nog een versie, de EJE C4. En ik zeg EJE omdat er een trema op de E staat. Zo noemt Citroën al zijn elektrische modellen. Dat is dus de elektrische versie met ook die bekende 136 pk sterke elektromotor en de 50 kWh grote batterij. Oké, dat is zoals in de Peugeot 208, denk ik. Hè? Identiek dezelfde. En ook Corsa E, DS3 Crossback E-Tense, noem maar op. In deze levert die batterij genoeg stroom voor 350 kilometer te rijden, volgens de WLTP. In de praktijk zal je eerder uitkomen op een dikke 250 à 300 kilometer, afhankelijk van je rijstijl natuurlijk. En hoe is het toven in de Citroën C4? Niet slecht, moet ik zeggen. Het is een stukje braver dan aan de buitenkant natuurlijk. Het is meer wat je van Citroën zou verwachten. Maar wel zo wat de nieuwere generatie van alles. Het infotainment systeem is bekend natuurlijk. Dat is nog altijd hetzelfde systeem als bij alles bij PSA. Maar je kan nu de airco ook met echte knoppen bedienen. En via het scherm, als je dat zou willen. Ik weet niet waarom je dat zou willen, maar dat is er dus wel. Een stap terug die eigenlijk een stap vooruit is. Ja, eigenlijk wel. Het is een stukje veiliger, toch? Je hebt een digitaal display voor jou. En de materialen zijn eigenlijk een pak verbeterd tegenover vroeger. Citroën heeft ook veel meer gewerkt aan de geluidsisolatie, dus dat is ook, je hoort de motor bijna niet tijdens het rijden. Rolgeluiden, windgeluiden, het is allemaal toch een stukje verbeterd. Hier heb je ook een tof ladetje. Daar kan je wat spullen in kwijt of een tablet op leggen voor tijdens het rijden. Heel handig, maar wij hebben geen kinderen, maar mensen die kinderen hebben, die zullen zeggen, waarom kan dat niet voor de achterbank? Want net daar is dat, komt dat van pas om de kinderen bezig te houden. Maar voor de rest is het goed. Ja, de Advanced Comfort zetels zijn present, zitten goed, zijn goed aanpasbaar en geven een aangename rijhouding.
En met die lage daklijn, hoe zit het qua hoofdruimte van achter? Wel, ik zou zeggen, stap eens in, dan zie je het zelf. Citroën kan wel stoeven met het feit dat ze de grootste beenruimte hebben in de klas, in hun klasse. Of in deze klasse, maar qua hoofdruimte is het, ja, zoals je ziet, niet perfect. Ook de zitting en de rugleuning is een beetje kort, dus ja, voor de achterste inzittende niet ideaal, tenzij dat je heel lange benen hebt en een heel korte romp. Voor de rest, achter jou de koffer, die is niet zo speciaal. Heeft een volume van 380 tot 1250 liter. Dat past eigenlijk perfect binnen de klasse. Het enige dat je ook moet rekening houden door die aflopende daklijn weer, is dat de bagageruimte niet zo hoog is als bij sommige andere auto's van deze klasse. Dus Citroën schept hoge verwachtingen over het comfort. Maken ze die waar? Ja, eigenlijk wel. Citroën heeft een beetje zijn best gedaan om de comfortelementen van de grotere modellen in deze C4 te krijgen. Dus je hebt die hydraulische bumpstops die een beetje het randje van het einde van de demper wegnemen, alleen een beetje afronden eigenlijk. Je hebt die advanced comfort zetels die goed zitten, lekker zacht zitten, maar niet zoveel zijdelingse steun bieden. En dat is een beetje het nadeel van die zachte dempers. Je hebt wel veel rolbewegingen in de bochten, dus je moet je een beetje vasthouden als je te snel door een bocht gaat. Dus eerder een gezapige auto dan? Ja, het is meer een auto om comfortabel mee van A naar B te rijden. Je moet er niet te snel mee willen rijden. Het is ook niet veel gevoel in het stuur. Het is een heel licht bekrachtigd stuur. Allee, zwaar bekrachtigd, maar een licht gevoel. Dus het is echt bedoeld om gewoon op het gemak te rijden. Niet te snel door de bocht te gaan, want dan val je uit je stoel. En voor de rest, ja, de dieselmotor waar we nu mee rijden, die is eigenlijk heel goed. Hij is stil in zijn werking, behalve als je een beetje harder op het gas gaat. Hij is redelijk zuinig ook, met een verbruik van een kleine 5 liter, waardoor je eigenlijk een rijbereik van bijna 1000 kilometer haalt, wat dan niet slecht is. Een nadeel van die coupé-lijn is natuurlijk wel dat het zicht naar achter is niet zo goed. Je hebt zo een balk die door je achteruit gaat en vanaf dat de achteruit een beetje vies is of je hebt wel spullen in de koffer liggen, dan zie je niet veel meer als je door je middenspiegel kijkt natuurlijk. Hoeveel betaal je nu voor zo'n Citroën C4? De goedkoopste kost €20.750. Dan heb je de 1.2 benzine met 100 pk en de manuele versnellingsbak. Maar ik zou toch kiezen voor één stapje hoger, zowel qua motor als qua uitrustingsniveau. Dus dan heb je de 1.2 met 130 pk en de Feel met iets meer standaard uitrusting. En dan heb je recht op de hydraulische bumpstops en die advanced comfort zetels die alle twee echt wel het comfort naar een hoger niveau tillen. De elektrische versie, de EC4, die begint vanaf €35.600. Dat is toch al een pak meer geld, maar dan krijg je toch al dat uitrustingsniveau Feel erbij, gratis. En dan heb je direct automatische airco en nog wat extra zaken. En het verdikt. Ja, Citroën heeft duidelijk gekozen voor een uitgesproken identiteit, hè? Dus meer expressief design, meer de nadruk op comfort, dat brengt risico's met zich mee, want je moet voor of tegen zijn. Maar uiteindelijk is het wel een geslaagd geheel geworden. Het is een heel comfortabele auto, dankzij die hydraulische bumpstops, die zetels. Je hebt genoeg binnenruimte. Dus uiteindelijk, als je zoekt naar comfort, is de C4 wel een goede keuze. Maar je moet over dat design geraken natuurlijk. Bedankt voor het kijken. Bedankt aan Jelen voor de deskundige uitleg. Ik wil er nog even aan herinneren dat er op ons YouTube-kanaal nog allerhande andere video's te bekijken zijn. En we zien elkaar volgende keer terug.